Het eerste partijfragment wat ik wil laten zien is de partij Arne Mol tegen Joris Brenninkmeijer. Arne Mol heeft wit, Joris Brenninkmeijer zwart. En toen ik de partij voor het eerst zag, dacht ik van nou, dat gaat over, het gaat over zwakke pionnen. Hè? Dus wit heeft wat dubbelpionnen. En daar zal hij misschien voor op de pijnbank gelegd worden. Maar de partij laat zien dat het anders gaat. A keer B6, toren keer B6, dame A4, toren B2, actieve toren op de tweede rij, valt de loper op E2 aan en loper F3. Dus oké, je ziet dat zwart nu wat actiever staat en vooral dat hij een aanknopingspunt heeft in pion G3. En dat die toren heel goed al klaar staat op de H-lijn. Die is eigenlijk nooit weg geweest, want zwart heeft in deze partij kunstmatig gerokeerd. Hè? Koning F8, G6 en dan koning G7. Dus die toren is op H8 lekker blijven staan. En die kan nu actief worden door H4 te spelen. En zwart heeft nu meteen een krakende aanval. Als hij neemt, nou dan is het meteen uit. Dame H4 is mat over de H-lijn. Als hij niks doet, als hij past, hè, dus wat dreigt zwart dan? Nou, dat zou zeggen dat is H keer G3, F keer G3 en dame G5. Nou, en dan, ik heb nu E3 en G3 getekend, maar ik bedoel, dan zijn al die pionnen zijn heel erg sneu geworden. En wit zou ook hier kunnen kiezen nog voor dame A1 om de toren aan te vallen. Dan heeft zwart de tijd om tussendoor te slaan op G3. Want als je hier die toren pakt, dan heeft hij een standaard wending. Toren A1, koning A1, dame erbij en mat. Dus wit heeft dan geen tijd om die toren B2 te slaan. Die moet terugslaan en dan zou zwart bijvoorbeeld die toren erbij kunnen halen. En dan gaat wit toch weer kapot aan zijn pionnen. Dus waar wit voor koos, is wel te begrijpen, is zet G4. Maar goed, dan gaat die H-pion nog eentje verder, H3. Nou, je mag nog steeds die H-lijn niet open hebben, dus wit schuift weer door G3. Maar nu krijgt hij E4 onze oren en de witte loper is overbelast, zeg maar, of overbelast. Hij kan niet terug naar E2, want dan wordt hij geslagen door de toren. Dus wit sloeg die pion op E4 maar. Maar goed, dan krijg je loper keer G4. Dit is al een dubbele aanval. Hè? Aanval op de toren en aanval op de loper. Wit besloot zijn loper te dekken met dame C6. Dus dit geeft feitelijk al een kwaliteit. Maar na de ZH2 schaak gaf hij op. Dus wat zou er kunnen volgen na H2 schaak? Bijvoorbeeld koning G2. Nou, dan verlies je eerst een kwaliteit. En dan komt toren B6 en dan heeft wit moeite om zijn loper te blijven dekken. Dus dame D5 is de enige zet. En nu zie je een mooie zet van zwart, dus toren D6. Daarmee val je die dame en die toren aan. Dus wit moet toren D6 wel slaan, maar nu komt dame een keer E4. En bijvoorbeeld op een zet als F3, nou dan kun je een dame halen en dan komt de dame erbij en dan wordt je verliest wit de toren en wordt die mat gezet. Nou, dus dit is nog een variant van, wat is het, 7, 8 zetten diep. Maar na H2 schaak gaf dit de partij op. Dus dat was een mooie overwinning van Joris Brenninkmeijer. Tweede partij is die tussen Bono Pel en Jerel Takourdin. Zoals je kunt zien is het het is een gesloten Siciliaans geweest. Daar is het uiteindelijk op uitgedraaid via zetverwisseling. Wit heeft een opbouw op de koningsvleugel gedaan, zwart op de damevleugel. Wit aan zet en wit speelt hier de logische aanvalszet F5. Gaat hij lijnen openen, F-lijn openen, diagonaal verlopen C1 openen en probeert hij wat zwaktes bij zwart te creëren en uiteindelijk bij de zwarte koning te komen. Nou, die werd genomen. De engine geeft aan dat
zwart hier g keer f5 moet doen en dat zwart dan beter staat. Maar ik denk dat zelfs als Bono dat geweten zou hebben, dat een engine dat zegt, dat hij het nog steeds zo gespeeld zou hebben. In de praktijk is het natuurlijk gewoon enorm lastig verdedigen met zwart. Bijvoorbeeld een zet als paard g3. Ja, dan kan het paard richting f5 of richting h5. Wit heeft gewoon heel veel aanvalskansen voor de pion. Hè, zwart spelers zijn nou helemaal geen computers. Dus in plaats daarvan speelde zwart d5. E keer d5, paard e7, f keer g6, f keer g6. En nu speelde wit paard g5. En ik zou zeggen, let op dit paard. Hij doet de rest van de partij doet hij geen zet meer, maar heeft heel veel invloed op het verloop van de gebeurtenissen. Paard keer d5, toren keer f8, lopen keer f8. Op zich is de stelling hier nog redelijk in evenwicht. Ik vond het wel komisch om te zien hier dat alle zwarte stukken op de onderste rij staan, maar op zich staan ze helemaal zo slecht nog niet. Hè? De lopers die zijn gewoon ontwikkeld vanaf de onderste rij en de dame eigenlijk net zo. Zwart deed toren b6, dame e2. Wit gaat gewoon zijn stukken erbij halen en dan kijken of hij wat aan kan vallen. Paard g7. Ja, volgens de engine is dit een wat mindere zet, maar het is natuurlijk gewoon heel lastig zet voor zet te zien wat je hier moet spelen voor beide partijen. Toren f1, stuk erbij, een logische zet. Paard f5. Dat is denk ik echt wel een mindere zet, want nu kwam dame e5 erin. Hè. Dus nu heeft wit al zijn stukken in stelling gebracht en nu begint hij binnen te dringen. En lopen d5 is nu al een hele sterke dreiging. Zwart deed paard e7 om veld d5 te controleren, maar dan onderbreekt hij de dekking van pion op c5. Dus, wit kon pion c5 slaan en nu dreigt hij onder andere lopen c7 met dubbele aanval op dame en toren. Maar ook dame c4 met moord en doodslag op de zwarte koning. Dus er werd lopen b7 gespeeld, maar ja, hier is het al mis. Lopen keer b7, toren keer b7, loper d6. Heel op dit moment als... wit de dame c4 schaak zou spelen, dan kan de dame er nog tussen. Maar dus de zet loper d6 die onderbreekt dat, waardoor dus de zet dame c4 schaak weer in stelling komt. En bovendien valt het natuurlijk gewoon met een batterij paard e7 aan. Er dreigt paard e6 met een vork op dame d8 en loper f8. Dus dit is al geen prettige stelling meer voor zwart. Hij deed paard f5. Toen kwam dame d5 schaak. Nou, dat is al een aanval op die toren op b7. Maar de wit heeft gewoon nog veel erger. Dat is lopen g5 schaak. Dus dat is gewoon helemaal kapot. Zwart liet zich sportief mat zetten. Lopen g7 en dame kd8 mat. Dus het is me wel vaker opgevallen dat in het gesloten Siciliaans dat de witte stukken als het ware als een soort van katapult naar voren komen. Die paarden die duikelen over elkaar heen en naar voren en de andere stukken komen erbij. Dus ja, zwart had eigenlijk moeten kijken of hij eerder die aanval had kunnen stoppen. Of eerder op de damevleugel wat moeten doen. Maar zoals het nu ging het precies volgens het boekje van wit, zeg maar. Overwinning voor Bonopel.